opvolging van de Salon International de la Haute Horlogerie. Die wordt gehouden in Genève ieder jaar. Organiseert Gassen alweer voor de 8e keer de Salon d'Amsterdam de la Haute Horlogerie. Ik verwacht eigenlijk de nieuwste collecties van IWC te zien, waar ik toch echt wel voor kom. Een sneak preview gehad, hij was er nog niet. Even afwachten nog dat ik hem in handen heb. Helaas, het is een uit de hand gelopen hobby. Deze beurs is slechts 3 dagen toegankelijk. En wij verwachten tussen de 1000 en 1500 bezoekers. Het leuke van dit jaar is dat we voor het eerst echt op een nieuw format over zijn gegaan. En alle merken hebben ook echt hun eigen wereld kunnen creëren. Wat deze merken gemeen hebben, is dat het allemaal mechanische horloges zijn. Dat betekent dus dat ze in het hogere segment worden gemaakt. Daarom heet het ook de Haute Horlogerie, de hoge horlogelijn. Edwin, wat zijn de novelties die IWC dit jaar brengt? We zijn eigenlijk heel trots dit jaar om 80 jaar Pilots horloge uit te brengen. Het is voor het eerst eigenlijk dat jullie in deze lijn een dameshorloge brengen. Wij vinden dat de passie van de heer, die toch heel enthousiast is over het merk, we vinden het fijn dat we dat nu graag ook met de dames kunnen delen. Wordt voor mij niet exclusief doordat het veel duurder is, maar meer omdat als het er gewoon tijdloos uitziet. Dat vind ik wel heel mooi. Gewoon de aandacht die eraan besteed is, de vele uren dat er aan ontwikkelingen aan vooraf gaan, maar ook afwerking, fijne mechanica. En mechanica is, mag niet tikken, zeg ik altijd, het moet lopen.